allemaal, mijn naam is Ime Valk. Ik ben 12 jaar oud en ik woon in Amsterdam-Nieuw-West, waar ik mijn eigen kidscoalitie Jongplein 4045 heb opgericht. En ik heb in de eerste kinderraad van Amsterdam gezeten en ik zit in het 4-5 mei-comité van Plein 4045. Ik droom om de eerste vrouwelijke premier van Nederland te worden. En als het niet de eerste is, ja, dan de tweede, derde, maakt niet uit, maar ik wil wel premier worden. Nou, eigenlijk als het aan mij ligt, zou ik nu al premier willen worden. Maar dat mag nog niet. Ik mag überhaupt nog niet stemmen, helaas. Maar ja, dan hoop ik 30 ongeveer. Als ik 30 ben, hoop ik dat ik dan premier ben. Ja, en het eerste wat ik dan zou willen veranderen zou zijn, denk ik, gewoon inzetten voor gelijke kansen. Lessen op scholen over discriminatie en racisme voor kinderen en voor leerkrachten. Ik bedoel, iedereen kan nog wel wat leren, zelfs al ben je 100.000 jaar, iedereen kan wat leren. Het is nooit verkeerd ook om iets nieuws te leren. En sinds mijn 8e ja, wil ik eigenlijk al de politiek in. En dat komt eigenlijk doordat ik merkte dat ik zelf eigenlijk best wel een sterke mening had. En ik vond het belangrijk om mijn ideeën zeg maar nog verder te vertellen dan alleen ja, mijn moeder of mijn vrienden. En ik vind het belangrijk omdat er gewoon meer aandacht moet zijn voor vrouwen in de politiek. Er zijn wel vrouwen in de politiek, maar ja, eigenlijk niet genoeg. Bijvoorbeeld op school heb ik het over, ja, weet ik veel, over de Grieken of over de Romeinen. En daar waren zelfs al ongelijke kansen voor vrouwen. Dus het is eigenlijk een beetje normaal geworden of zo. Maar het is niet normaal, want ja, we moeten allemaal met elkaar leven. En ja, ook vrouwen hebben een belangrijke mening en spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Wat ik het leukste vind aan politiek is dat ik heb zelf wel een mening, zeg maar. En ik vind het ook wel belangrijk om dat te laten horen. Ook omdat ik, ja, omdat ik nog kind ben en ik mag nog niet stemmen en ik mag nog niet de politiek in. En ja, wat ik wel belangrijk vind in de politiek en ja, wat ik leuk vind aan de politiek. Ja, vind ik eigenlijk. Doe even denken. Ja, ik vind het belangrijk om ideeën die je hebt als eigenlijk normaal mens, om dat ook ja, te vertellen aan, ja, aan de andere mensen in Nederland bijvoorbeeld. Of op de wereld, als dat zou kunnen. Maar het leukste aan de politiek vind ik gewoon dat je ideeën kan delen, denk ik. En ja, beslissingen kan maken, omdat het wel belangrijk is om goede beslissingen te maken. Ik wil me inzetten voor gelijke kansen en tegen discriminatie en racisme. Het zijn belangrijke onderwerpen waar we dagelijks wel tegenaan lopen. Wat eigenlijk niet normaal is, maar wat nu wel als normaal gezien wordt. En wat mij boos en vaak ook wel verdrietig maakt, is dat ja, er zijn veel kinderen in Nederland die het minder goed hebben dan ik. Ik heb het heel erg goed. En er zijn ook kinderen die het minder goed hebben. Die bijvoorbeeld met een 1-0 achterstand beginnen op school en dan ook op achterstand blijven. En daar moet wel meer aandacht voor zijn. En gelijke kansen eigenlijk gewoon overal. Als het gaat om de schooladviezen. Ja, nou eigenlijk gewoon overal. Wat ik ook wel een belangrijk onderwerp vind is hokjesdenken. Tegen hokjesdenken ben ik eigenlijk. Mensen meteen in hokjes plaatsen. Ja. Wat heb je eraan? Weet je, leer mensen gewoon kennen. Maak connecties met elkaar. Ga samen eens een keer praten. Maar denk niet meteen van, oké, jij bent dit en jij bent dit. Ja, ik zou in gesprek gaan met kinderen, docenten, leerkrachten. Mensen die veel van discriminatie afweten bijvoorbeeld. En dan in gesprek gaan van, hey, hoe zie jij dit? En hoe zouden we dit kunnen bestrijden? Want je hebt dan te maken met vooroordelen. Maar ja, elk mens heeft vooroordelen. Hoe kun je die vooroordelen nou tegengaan? Of als het gaat om vrouwenrechten. Ja, we hebben niet echt gelijke kansen als vrouwen. Ik denk in gesprek gaan, maar dan niet te veel praten, maar gewoon actie ondernemen. Ja, waar ik heel erg blij van word, is zo'n omroep als EVNS. Waar we samen opkomen voor vrouwenrechten en voor ja, meer diversiteit. Ja, ik hoop ook dat veel vrouwen, meisjes, maar ook jongens en mannen, dat eigenlijk iedereen gewoon meedoet. Want het gaat tenslotte niet alleen over vrouwen en meisjes of over diversiteit. Het gaat allemaal over iedereen, over ons. En niet alleen over
zij over hun. Het gaat over ons. Mijn droomprogramma in samenwerking met EVNS zou zijn, kinderen zijn de toekomst. Want wij zijn de toekomst. Dus er moet ook geluisterd worden naar kinderen die het minder goed hebben. Kinderen die in een lastige situatie zitten. Kunnen luisteren naar dat soort kinderen. Want ja, nu vergeten we ze soms op de een of andere manier. Terwijl, ja, waarom? Het zijn belangrijke kinderen. En ja, wij kinderen zijn de toekomst. Dus ook naar ons moet goed geluisterd worden. EVNS, snap je? Dus word lid.